We zijn hier in Hilversum, Bitcoin Magazine.nl en bij een hele bijzondere partij. Volgens mij het enige crypto kantoor in Nederland, CryptoTrader.nl. En we staan hier met de oprichter, Colin. Kun je kort voorstellen, wie is Colin van Gijn? Zoals je zegt, Colin van Gijn, inmiddels nog steeds 35 jaar. We zijn hier in Hilversum eind vorig jaar het eerste crypto kantoor van Nederland begonnen. Vanuit het idee, mede vanuit mezelf ook, toen ik met crypto wilde beginnen. 5 jaar geleden was het heel moeilijk om aan info te komen. Dat is tegenwoordig natuurlijk wel anders. Je was er vroeg bij, je zegt 5 jaar geleden. Ja, we waren er vroeg bij, gelukkig. Ja. Maar het is dus echt, toen de tijd was het heel moeilijk om überhaupt al bitcoin te kopen. En ook angstig om bitcoin te kopen. Zelfs bij Bitonic vond ik het eng. Nou, dat is de meest gerenommeerde partij die er is natuurlijk op het moment. Of een van de inmiddels. Dus jij hebt nog handmatig adres ingevoerd, Colin? Bijna wel. Zo vroeg was ik er niet bij, maar inderdaad, het stond echt nog in de kinderschoenen. Bitcoin op $200. Wauw. Ja, is lekker. Dus je hebt op zich wel lekker kunnen verdienen aan de bitcoins, toch? Aan de waarde, ja, de waardestijging is goed voor mij geweest. Zeg maar, deel van die winsten kon je natuurlijk ook alweer besteden om bijvoorbeeld dit op te bouwen. Begrijp ik dat goed? Laten we vooropstellen dat CryptoTrader is een non-profit organisatie. We verdienen niks. We vragen nergens geld voor. Het gaat er echt om. Het was voor mijn idee, was echt zo. Ik heb zoveel van Bitcoin gekregen. Laten we wat terug doen voor de community. Wat houdt dat precies in? Kun je daar iets op ingaan? Kunnen particulieren hier gewoon naartoe voor advies? En toen we hier begonnen waren we iedere dag open. Dus maandag tot vrijdag. Dat werd een beetje te gek. Dat werd echt te druk. Dus, ja, en daarbij, omdat het natuurlijk non-profit is, moet het ook voor degene die het doen, moet het leuk blijven. Dus we hebben nu op vrijdag hebben we inloop. Kan iedereen binnenkomen. Wat doen we? We helpen mensen met het installeren van een ledger. We helpen mensen die zeggen van ja, goh, ik wil mijn Ethereum overmaken. Hoe moet dat? Ja. Ik wil die ICO kopen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, als we geen mening hebben, zeggen we dat ook. En we hebben inmiddels een flinke community opgebouwd. 3.500 actieve leden. Dus er is altijd wel iemand in de community die wil meehelpen of wil meedenken. Ja. Dat is een beetje wat CryptoTrader doet. En zeg maar, zit er bij jullie in de funnel, zeg maar, zoals dat mooi heet, nog wel hè, op de duur? Kan me voorstellen dat je misschien bepaalde investeerders, die ga je op de duur wel echt betaalde adviezen geven, toch? Zoals bijna alle oprichters hier, zo lang geleden Bitcoin gekocht hebt, dan maakt het niet meer uit om €1000 aan iemand te vragen voor een advies of zo. Dus dit is echt puur voor de lol spelen. Ja. Hoe zie je eigenlijk de markt zich ontwikkelen? We hadden natuurlijk begin van dit jaar bear market. April was wel een stuk beter dan maart. Mei kabbelt een beetje. Ja, en nu weer in het rood. Hoe? Ja, ik vind hem instabiel. Ik vind hem instabiel voelen, de markt. Er zit geen fundament onder deze prijzen. Iedereen wil heel graag omhoog. De hele community wil omhoog. Ik wil ook omhoog. De hele wereld, de crypto wereld, wil natuurlijk die prijzen omhoog hebben. Want wij geloven in Bitcoin. Maar er zit nog, vind ik, nog niet voldoende fundament onder deze prijzen om echt te zeggen van we gaan weer in een bull market de komende tijd. Nou is het natuurlijk ook alle scams. Die gigantische parabolische curve van vorig jaar, die trekt natuurlijk ontzettend veel oplichters aan. Overal waar veel geld verdiend wordt. Dat vorig jaar met de regulering vonden wij ook allemaal van handen af. Wij hoeven niet gereguleerd te worden. Maar als ik er nu op terugkijk en als ik zie hoe verschrikkelijk veel ICO's scams blijken te zijn, is het toch wel goed dat er gereguleerd gaat worden. Het moet gewoon. Hebben jullie ook een tweede natuur voor ontwikkeld om zeg maar die scams te zien? Ja. Nou ja, daar heb je in 2018 amper een tweede natuur voor nodig. Want ik denk dat 98% nu een scam is. Ik heb wel een aantal Nederlandse ICO's gezien, nieuwe. Dus dan heb ik het niet over Guts, maar over andere ICO's die aan het opstarten zijn. En die kwamen echt met een werkend product al. Maar
Dat worden wel echt mooie ICO's, maar dat zijn meer, niet meer de ICO's zoals we die in 2017 hadden van Stratus, weet je, of wij gaan een platform maken en dat iedereen maar kocht en kocht en kocht. Dit zijn echt ICO's met een use case, maar ja, die beloven geen gouden bergen. Ik bedoel, keer 100 gaan we waarschijnlijk niet meer meemaken, of weinig. Tijd is er geweest. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Kijk, die keer 100 tijd, die heb je natuurlijk als je echt als een van de allereerste erbij bent. Ja, dan pak je ze mee. En het verschil tussen of er 1 miljoen mensen wereldwijd mee bezig zijn of 10 miljoen, dat lijkt niet zoveel. Maar dat is toch alweer, dat is toch een behoorlijke stap. Ja. Hoe zie je de verdere ontwikkeling? Sommigen zeggen wel van, we zitten nog in de pre-game. De eerste inning is nog niet begonnen van deze markt, cryptovalutenmarkt. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, daar geloof ik ook absoluut wel in. Maar het is een hele moeilijke markt. Het kan ook een gigantische markt worden, wereldwijd. Er is geen ander antwoord op een eerlijke wereldhandel als crypto meer. Want ik bedoel, we weten inmiddels dat alle andere valuta worden gemanipuleerd, bijgedrukt. Crypto is het enige antwoord. En het enige antwoord is ook nog maar Bitcoin. Of Litecoin, maar in ieder geval een oude crypto. Er kan nooit meer een andere coin gemaakt worden die eerlijk is. Ik bedoel, dat is onmogelijk, want als die nu gecreëerd wordt, wordt die al gecreëerd met het oog op of manipulatie of geld verdienen. Terwijl Bitcoin is toen bedacht door een onbekende ontwikkelaar, wat natuurlijk al tot de verbeelding spreekt voor velen. Daarmee kan je dan ook ervan uitgaan dat hij dat gedaan heeft vanuit een anarchistisch oogpunt. Of een wereldverbeterend oogpunt. Eén van de twee. Maakt niet uit. Either way, it's good. De nieuwe coins die nu nog gemaakt kunnen worden, die kunnen die eigenschap al niet meer hebben. En dan is Bitcoin is nu al. Je hebt natuurlijk een Giana grote speler. Je hebt veel grote spelers op de markt. Ja. Maar toch is die eerlijker verdeeld dan welke andere wereldmunt dan ook. De Bitcoin. De Bitcoin is eerlijker verdeeld als een dollar of een roebel of. Want die zijn daarvan, die kunnen achteraf nog gepremined worden. Ja, ja. Dus sommigen zeggen, de rijken worden rijker door de crypto. Dat gaat niet helemaal op. Of ja, deels. Het lijkt me dat de hele rijken van de aarde, die zitten overal in. Kijk, die zijn natuurlijk, je wordt niet zomaar rijk en die verzamelen slimme mensen om zich heen. Dus ja, dat hou je niet tegen. Maar ik denk toch wel dat dit toch wel een revolutionair concept is. En dat blijkt ook wel. Ik bedoel, overheden maken zich er druk om. Ze praten erover. Je praat niet over dingen die niet belangrijk zijn. Ja. Hoe werkt het in jouw omgeving? Betaal je bijvoorbeeld ook al met crypto? Hoe gaat het hier in het Hilversum, in het gooien, zeg maar? Zijn er hier al winkels waar je kan betalen? Moeilijk. Als het kan, zou ik het doen. Ja. Het is natuurlijk vooral traden en je speculeert op toekomstig gebruik van Bitcoin. Ja. Nou ja, goed. En stel dat de game, zeg maar, de crypto game, echt de grote jongens gaan doen. Hè? Ja, even een kritisch vraagje tussendoor, Colin. Kun je dan, heb je hier een goede, dikke netwerkkabel dat je gewoon wel in die nanoseconden, zeg maar, eerder kan zijn? Of gaat het niet om nanoseconden? Ja, maar dan ga je echt naar de day traders toe. Hè? Dus wat je ook ziet, flow traders en zo, hè? De echte grote jongens. Ja, die hebben dat nodig, want die handelen echt op halve secondes. Ja, ja. Ja, zo trade ik zelf niet. Nee, nee. Is ook niet nodig. Ik heb natuurlijk op fundamentals gekocht 5 jaar geleden. Ja. Dus op de toekomst. Dus je bent wel een hodler deels ook. Je hebt er wel een bepaalde berg die je aanhoudt. Ja, ik ben te. Ja, tuurlijk. Ik heb gehodeld. Ik heb gehodeld vanaf 20.000 naar beneden toe ook. Ik heb ook natuurlijk wel winst gepakt. Uiteraard, gelukkig. Misschien te weinig winst gepakt. Maar uiteindelijk blijf je geloven in Bitcoin. En het kan 5 jaar duren, het kan 10 jaar duren. Maar die Bitcoin gaat gebruikt worden. Ja, ja. Oké. Wat is voor crypto trader, zeg maar, de next milestones? Ik bedoel, jullie zijn echt een leuke community aan het bouwen. Dit pand groeit hard. Dus je kunt ook events gaan organiseren. Waar is de limit eigenlijk voor jullie? Er is geen limiet. Wij kunnen alle kanten op. We kunnen alles doen wat we willen. Er is natuurlijk ook financiële middelen zijn er voldoende. Ja. We hebben geen. Zolang ze het leuk vinden, blijven we doorgaan. En je moet ook zeggen dat de markt wordt natuurlijk professioneler nu. Dus er komen veel meer echte traders in. En die maken het niet gezelliger.
die maken het niet leuker natuurlijk. Ik bedoel, dan gaat het weer gewoon over ijskoud geld verdienen, ja. Dat was niet de opzet waarmee we cryptotraders zijn begonnen. Ja, het is echt een stuk idealisme geboren. Ja, maar dat merk je natuurlijk ook, dat merk je overal in de markt. Het wordt allemaal harder, het wordt allemaal commerciëler. Dat is ook niet erg. Dat is goed, het hoort bij het volwassen worden. Ja. En daardoor worden ook mijn bitcoins straks meer waard. Ja. Dus ik moet ook niet klagen. Dus ik ga niet hypocriet zijn. Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek, Colin. En all the best met CryptoTrader. Top. Ja. Super.